Je zou bijna denken aan een gespleten persoonlijkheid, maar ik ken hem wel. En eigenlijk is hij een heel robuust karakter. Hij heeft twee levens. In het ene is in Amsterdam, het andere is in Deventer. In Amsterdam is hij lyrisch over Deventer. Ik ben benieuwd wat dit vandaag zal opbrengen. Maarten Douwe-Bredero. Mooie introductie, Paul. Dankjewel. Ik heb een tijdje terug mocht ik mee met Elders naar Kopwit, Zutphen. Hadden we een vergelijkbare sessie zoals hier, zoals al eerder vermeld vandaag. Ik had toen het gedicht AZ, en dan niet van voetbal, maar van Amsterdam-Zutphen natuurlijk. Hier in Leij, Oost-West. Thuis-West. Goed, Sipravina. Ook een vergelijk. Hier dan tussen Appiedam en de Koekstad. Maar ik wou even, ja, in het thema herfst. Volgens sommigen verkeren wij als Europa natuurlijk al steeds meer in de herfst. Onder andere door de opkomst van China. En zeker met die oorlog ten oosten van ons. Dus dat komt eigenlijk in het volgende licht ook een beetje terug. En in dat licht wil ik ook nog even memoreren een fantastische voorstelling gisteravond van Protect Ukraine. Dat is een reizend circus is dat geworden. Moet je naartoe. Echt heel goed gedaan. Schrijvers voor Oekraïne is de tweede titel. Ze gaan dus op tour. En even meer memorerend aan Willem. Eindigt dat met zuur. Waarbij een meisje van 17 vergeefs nog steeds haar gesneuvelde vader appt. Dus ga dan naartoe als dat weer komt in Nederland. Oost-West. Voor wat het ook waard is om voor te sterven, loopt elk vergelijk weer mank op de restanten van wedijver met glorie voor de ritselaars. Zo koesteren sommigen de traagheid tot verstikkens toe, terwijl anderen juist zweren bij het tempo van pulserende middelen. En hoe onterecht ook het bejubelen van centra mogen zij, ontstaat kritische massa alleen daar waar snelle magneten elkaar constant kruisen. Als degens van intellect die barstend uit hun voegen tussen stenen van weleer, gestut op drassige bodem, neerkijken op pittoreske terpen. Waarin hun zwarte as van geld haar rol gewoon blijft vervullen, ook al woedt verderop een vuile oorlog waar iedereen schande van spreekt. Want lieve mensen heb je overal, met intolerantie en ontevredenheid, juist de plaatsen waar vooral kissenbissend en vol zelfverwijt de boot al lang werd gemist. Ja, werkelijk overal zijn vruchten afgeworpen, met eenoogigen in lokale paradijzen of door multigetalenteerden op dat strijdtoneel der titanen. Het beeld moet juist telkens weer kantelen in de onderschrijving van noblesse oblige om kiezen uit te mogen sluiten als creatief luxe par excellence. Ik zal het nog een keer doen en dat is dan in plaats van drie gedicht. Oost-West. Voor wat het ook waard is om voor te sterven, loopt elk vergelijk weer mank op de restanten van wedijver met glorie voor de ritselaars. Zo koesteren sommigen de traagheid tot verstikkens toe, terwijl anderen juist zweren bij het tempo van pulserende middelen. En hoe onterecht ook het bejubelen van centra mogen zij, ontstaat kritische massa alleen daar waar snelle magneten elkaar constant kruisen. Als degens van intellect die barstend uit hun voegen tussen stenen van weleer, gestut op drassige bodem, neerkijken op pittoreske terpen. Waarin hun zwarte as van geld haar rol gewoon blijft vervullen, ook al woedt verderop een vuile oorlog waar iedereen schande van spreekt. Want lieve mensen heb je overal, met intolerantie en ontevredenheid, juist in plaatsen waar vooral kissenpissend en vol zelfverwijt de boot allang werd gemist. Ja, werkelijk overal zijn vruchten afgeworpen, met eenoogigen in lokale paradijzen of door multigetalenteerden op dat strijdtoneel der titanen.
Het beeld moet juist telkens weer kantelen in de onderschrijving van noblesse oblige om kiezen uit te mogen sluiten als creatieve luxe par excellence. Dank u wel.